In de bouwsector is de overheid een belangrijke speler, zeker als het op infrastructuur aankomt. Dus we hebben een enorme invloed op die duurzaamheid. En dat proberen we ook te doen door enerzijds zelf met onze overheidsorganisaties technologische kennis in te brengen, bijvoorbeeld met duurzaam beton, duurzaam asfalt en dat product ook te promoten. Anderzijds door onze projecten zelf te verduurzamen en voor duurzame keuzes te gaan. En bijvoorbeeld onze verlichtingen op de wegen allemaal te vervangen door LED. We zien in onze aanbestedingen dat die duurzaamheidsfactor steeds belangrijker wordt. We proberen dat ook positief te bekrachtigen. Het is natuurlijk zo dat voor publieke aanbestedingen we voor het laagst mogelijke bedrag zoveel mogelijk waarde creëren voor de belastingsbetaler. De goedkoopste wint. We proberen dat in evenwicht te brengen door methodes te introduceren die die milieukost verrekenen in de aanbesteding zodanig dat het beste product dat het meest duurzaam is, wint. Bijna 15% van het Belgische grondgebied is verhard. Hierdoor stroomt te veel regenwater te snel naar de riolering. Omdat water schaarser wordt en we vaker geconfronteerd worden met extremere weersomstandigheden, moet regenwater meer lokaal opgevangen en gebufferd worden. Wegenbouwer Willem en Infra ontwikkelde daarom waterdoorlatend asfalt. Drainfalt is een waterdoorlatende verharding die naast de waterdoorlatendheid ook nog eens extra bufferend vermogen heeft, waardoor het regenwater tijdelijk kan opvangen en zo geleidelijk aan naar het grondwater kan laten doorcijpelen. Het idee van Drainfalt is ontstaan rond 2017, mede door de innovatiewedstrijd van Willem & Groep. Het product is zeer waardevol voor de maatschappij om een aantal redenen. Reden nummer 1 is dat er heel veel wordt ingezet door de Vlaamse regering op ontharding. En Drainfalt is daar een oplossing voor. En bovendien een tweede reden is dat het geproduceerd wordt aan verlaagde temperatuur, waardoor het er ook veel minder CO2-uitstoot is bij de productie ervan. Het asfalt kan dienen als wegdek voor parkeerzones en fietspaden, maar ook als onderlaag en waterbuffer voor wegen die intensiever worden gebruikt. Doordat de regen kan incijpelen in het waterdoorlatend asfalt, is er minder infrastructuur nodig om regenwater naast de weg op te vangen en weg te leiden. Dat levert een plaats- en kostenbesparing op. Het grote voordeel is eigenlijk dat het plaatsbesparend is, omdat je eigenlijk een combinatie hebt van twee in één. Die Drainfalt is eigenlijk een asfaltverharding, die kan gebruikt worden. Iedere opdrachtgever wil wat duidelijk zijn vierkante meter terrein zo goed en zo kwaad mogelijk benutten. En anderzijds is het ook een oppervlakte die kan gebruikt worden, die anders moet voorzien worden voor een bufferbak te maken. Of een wadi of een gracht. En die eigenlijk dan verliest in uw bruikbare oppervlakte. Die dubbele functie zorgt ervoor dat het merkelijk goedkoper is. De KMO-zone Willebroek in Tisselt werd recent met dit nieuwe asfalt uitgerust. De projectontwikkelaar zag diverse troeven in het waterdoorlatende wegdek. Wij zaten hier met een grote oppervlakte aan oude parkeerterreinen die moesten gerenoveerd worden. In onze zoektocht naar echte waterdoorlatende ondergrond zijn we op Drainfalt gestoten. En vermits dat we graag nieuwe technologieën omarmen, hebben we gekozen voor Drainfalt. En ook omdat we graag willen tegemoetkomen aan de strengere milieueisen die de overheid stelt, willen we daar al op anticiperen. En ook zijn we er zelf van overtuigd dat in het kader van de klimaatproblematiek het gebruik van Drainfalt een steentje kan bijdragen.